Thuis. Ja, ik denk dat het een beetje het mooiste moment geweest uit mijn carrière. En de herinneringen die altijd opkomen en naar PSV-stadion komen of naar Eindhoven komen, is voor mij altijd ja, een leuk moment. Dus dan ben ik altijd sneller wakker morgens om te kunnen vertrekken. Dat is heel raar, maar dat is zo. Als ik vandaag naar PSV ga kijken en als papa erbij is, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Mensen ballen hem echt als een god daar, zal ik zeggen. Dus, ja, dat is iets wat je ergens anders niet zult meemaken. Als je nu nog met mensen praat van PSV en je zegt Lucky, ja, schitterend zeg maar. Bij ons een icoon, hè? Dat is gewoon zo. En deze in België niet. Zo simpel is het. En die iconen die blijven in het hart van de supporters. Dat vind ik ook de fijnste uitstap om te doen met papa. Nog eens naar een match gaan kijken in PSV. We zijn vorig jaar nog geweest en dan zie je echt de mensen kijken. En je ziet echt dat men daar ja, echt gewaardeerd wordt. Ja, dat hebben we allemaal wel gevoeld in Nederland. Zodra we in de buurt van PSV kwamen, dat de mensen hem zelfs herkenden in de auto. Ja. Ja. Nunca joguei com um jogador de uma qualidade tão grande como a do Luquinhas. Hij zegt, hij heeft er nooit met een speler samengevoerd die zo'n kwaliteit bezit als Luc, waar hij nu mee samenspeelt. Je weet dat Ronaldo, daarna gevraagd, nog steeds zegt, de beste waar ik ooit mee gespeeld heb, is Luc Niels. De beste speler uit de PTT Telecompetitie 1995, Luc Niels. Luc Niels! Al die jaren dat ik in België gevoetbald heb, heb ik eigenlijk altijd naast de prijzen gegrepen. Daarom deze erkenning vanavond zal een van de mooiste momenten blijven in mijn carrière. Dat is een goeie.